Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevindt zich thans in de pre-electorale fase voor de verkiezingen van 2020. In verband hiermee richt het ministerie zich op de uitvoering van verschillende verkiezingsactiviteiten en het in stelling brengen van een organisatiestructuur voor de verkiezingen. Voor een goede voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen is er een werkstructuur vastgelegd. Zo is er al enige tijd op ministerieel niveau een onderraad verkiezingen ingesteld. Functionele ministeries hebben ten behoeve van de verkiezingsorganisatie zitting daarin. Een van de organen of structuren die in place is gezet recentelijk is de onderraad verkiezingen. Er zijn heel wat onderraden, maar er is ook in dit geval van de raad verkiezingen waarbij dus de VP de voorzitter van is en een aantal ministers ook zitting in hebben, zoals Binnenlandse Zaken minister, coördinerende minister. Dan heb je dus, ik zie regionale ontwikkeling, zijn minister zit ook erin, dat is de heer Dikan. We hebben van justitie en politie, een stukje veiligheid, financiën. We hebben de minister van onderwijs, minister Benschop, defensie, collega van buitenlandse zaken, Ildis Polak. En ik dacht dat we ook OE een voorstel hebben gedaan dat OE erbij komt. Ter ondersteuning van de onderraadverkiezingen 2020 worden op ambtelijk-bestuurlijk niveau verschillende interdepartementale commissies ingesteld. Eén daarvan is de Beleidscommissie Verkiezingen 2020. De Beleidscommissie heeft een rapportageplicht. De commissie die rapporteert dus rechtstreeks naar die onderraad waarover ik het daarnet had en heeft als taak het adviseren van de onderraad voor de verkiezing inzake de uitgestippelde beleidslijnen betreffende verkiezing 2020. Het ondersteunen in het formuleren en uitwerken en voorstellen ten behoeve van de verkiezingsgerelateerde activiteiten. Het monitoren van de uitvoering van de verkiezingsgerelateerde activiteiten ten behoeve van de onderraad voor de verkiezingen. Een groep van 6 MULO-geslaagden is naar de Verenigde Staten vertrokken als onderdeel van het Kennedy Lugar Youth Exchange and Study programma. Het gaat om een uitwisselingsprogramma waarbij leerlingen van Suriname in de VS bij gezinnen geplaatst worden, aldaar onderwijs genieten en gemeenschapsprojecten uitvoeren. Directeur Natasha Benanon van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ontving de leerling voor een bemoediging voordat zij het 10-maanden traject starten. Jullie gaan voor een jaar, hè? Maar ik weet dat jullie er het beste van gaan maken en houden jullie ook de naam van Suriname, de naam van ons land, jullie ook houden, maar ook het ministerie. De leerlingen hebben een intens programma achter de rug. De eisen voor deelname zijn immers hoog. Zij zouden onder meer minimaal 7,5 voor elk vak moeten halen. De eindfase begon in de paasvakantie al met verschillende beoordelingssessies en interviews. Geen van de finalisten hadden verwacht in de selectie te vallen. Het YES-programma werd in oktober 2002 in de VS opgericht. Het Bureau voor Onderwijs en Cultuur van het Amerikaans Ministerie van Buitenlandse Zaken erkende het belang van uitwisseling van jongeren als een belangrijk onderdeel van goede verbanden tussen de VS en landen over de hele wereld. Het programma is in 2008 officieel gelanceerd in Suriname. Sindsdien hebben meer dan 40 Surinaamse leerlingen het YES-programma afgerond en nemen nu deel als alumni.
voor het project Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation First Suriname zijn er focal points getraind in online informatie en kennismanagement. De focal points behoren uit deelnemers van diverse ministeries, de private sector, niet-governementele organisaties, NGO's en academies. IKM staat voor informatie en Information and Knowledge Management in het Engels. In het Engels informatie en kennismanagement. Het houdt in het ontsluiten en het toegankelijk maken van informatie aan grotere groepen stakeholders die betrokken zijn bij de hele voedselzekerheidsproblematiek. De training in zijn algemeenheid, we zijn even terug naar het begin van dit jaar. We zijn gestart in LVV. Dus daar hebben we een soort kader opgebouwd. Begin van dit jaar, zeg maar een aantal maanden, is dat kader opgebouwd. Binnen LVV, daarna zijn we verder gegaan met het trainen van de verschillende stakeholders. Dus dat zijn vertegenwoordigers. IKM focal point van andere ministeries, van civil society, van de academia en private sector ook. Naar het FIRST en het FNS, Food and Nutrition Security, Suriname heeft eigenlijk vijf speerpunten waarin gewerkt wordt. Het grote deel is eigenlijk beleidsondersteuning. Capacity development, dus capaciteitsversterking voor beleidsondersteuning. En om beleid te kunnen uitvoeren heb je informatie nodig. Moet je weten welke beleidsstukken er zijn. Je moet weten welke programma's uitgevoerd worden. En je moet ook bij de uitvoering weten wat de toepassingen zijn, zeg maar, hoe het uitwerkt. Dus dan moet je ook feedback krijgen van de stakeholders die betrokken zijn bij programma's en projecten. Dus in dat kader is het van belang om de informatie en de kennis die er is in Suriname van die projecten makkelijker toegankelijk te maken en ook sneller. Zoals het in Engels heet, zeg maar de right information, the right time to the right people. En dat in het verleden was natuurlijk veel moeilijker. Met de nieuwe platformen, de online platformen, kun je informatie makkelijker, sneller aan een veel grotere groep beschikbaar maken. Dat is eigenlijk wat IKM hier beoogt. Met deze training is een begin gemaakt met het project FIRST, gericht op verhoging van voedsel en voedselzekerheid, Food and Nutrition Security. De focal points kunnen met de IKM-kennis in het FNS Suriname platform omgaan. Het FNS Suriname platform biedt een functionele integrale tool voor informatie en dialoog tussen stakeholders en diverse ministeries. Het was een heel zinvolle en relevante training. Wat ik onder andere heb geleerd is hoe je dus kunt omgaan in een sociaal platform, medium. Interacties met andere groepen en organisaties en personen, instituten. En hoe je een document kunt opslaan, hoe je kunt searchen, hoe je echt alles kunt vinden van alle organisaties en personen die zijn aangesloten binnen dat netwerk. Dus heel zinvol, want normaal als je dus informatie zoekt en je gaat fysieke informatie zoeken bij mensen aankloppen, dan vind je dat vaak niet. Maar hier is nog een platform waarbij je gewoon op buttons hoeft te drukken en dan heb je het. De informatie van alle projecten en beleidsdocumenten van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij met betrekking tot voedings- en voedselzekerheid zijn te zien in het FNS Suriname platform. Andere stakeholders managen hun eigen informatie en vullen daarmee het overzicht aan. Het platform wordt gebruikt voor interactie, met andere woorden een kanaal voor social media van FNS. Wij van het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland, wij houden ons meer bezig met het stimuleren van productie, van het agrarische productie in het binnenland. En vaak hebben wij dan ook informatie nodig van overige organisaties, bijvoorbeeld het ministerie van LVV, overige particuliere bedrijven die ook met projecten bezig zijn. En omgekeerd die andere organisaties hebben ook informatie nodig. En door middel van deze platform kunnen wij dan efficiënter te werk gaan. Zeg, we kunnen dus beter informatie van elkaar uitwisselen. We hoeven niet speciaal bijvoorbeeld te gaan bellen naar een of andere instantie voor een informatie. We kunnen gewoon via dit platform wat informatie opvragen. En behalve dat kunnen wij ook een link gaan leggen met de projecten waarmee zij bezig zijn en waarmee wij bezig zijn. En van daaruit dan meer voordeel of meer rendement te halen uit de projecten. Suriname is een van de eerste landen in de regio en daarbuiten met deze unieke capaciteit.
First is een mondiale programma gefinancierd door de Europese Unie, dat in 32 landen de capaciteitsontwikkeling van nationale partners ondersteunt om een gunstige beleidsomgeving voor FNS te creëren. In oktober zal er een multi-stakeholder priority setting workshop plaatsvinden, gericht op het formuleren van beleidsaanbevelingen voor FNS.